Ik ben Paul Lambers, conservator bij het Universiteitsmuseum Utrecht. Ik laat jullie een aantal mooie objecten zien uit de collectie, met de verhalen die daarachter schuilen. Dit zijn twee klokken die gebruikt zijn bij een experiment om de snelheid van het geluid te meten. En dit zijn eigenlijk stopwatches. Dus deze meten niet hoe laat het is, maar die meten een tijdsduur. Chronometer. Ze komen uit 1823 en ze zijn destijds speciaal aangekocht voor het geluidsexperiment van professor Mol met Van Beek. Mol en Van Beek wilden de snelheid van het geluid meten. En dat deden ze in samenwerking met het leger. Het leger plaatste een kanon op een heuvel in Amersfoort, de Amersfoortse Berg of Zeven Boompjes. En een kanon op de Kooltjesberg bij naar de Blaricum. Bij het experiment werden de kanonnen afgeschoten. En je kon zien dat het kanon werd afgeschoten, want dan zag je een lichtflits. En dan duurt het even voordat je de knal hoort. En dan de tijd tussen het zien van de lichtflits en het horen van de knal. Op basis daarvan kan je de snelheid van het geluid meten. Dat was eigenlijk de hele bedoeling van het experiment. Het zijn heel bijzondere klokken. Ze zijn ontworpen door klokkenmaker Pfaffius uit Wesel in Duitsland. En Pfaffius die wilde een klok maken die heel nauwkeurig de tijd kon meten. En dit is een slingeruurwerk. Je ziet hier de slinger hangen. En normaal gesproken gaat het slingeruurwerk slingert heen en weer. Dan gaat de slinger gaat van links naar rechts, van links naar rechts, van links naar rechts. En elke keer dat hij op het uiteinde aankomt, hangt hij heel eventjes stil. En dan gaat hij weer de andere kant op. Zo werkt de slinger. En dat principe van het slingeruurwerk is in de eind 17e eeuw ontdekt of ontwikkeld door Christiaan Huygens. Huygens heeft nooit dat ronddraaiende systeem verder uitgewerkt. Maar Pfaffius heeft dat wel gedaan. En waarschijnlijk zelfs zonder dat hij kennis had van wat Huygens daarover al had gepubliceerd. In dit uurwerk is heel bijzonder omdat de slinger die je hier ziet hangen ronddraait. Waardoor de tijdmeting continu is, zonder een heel klein beetje stilstand. En dan kan je heel nauwkeurig meten. Deze klokken die noemen we tertian horloges. Horloge dat is een ouderwets woord voor klok. Maar tertian dat slaat op de onderverdeling van de tijd. En in dit geval is de tertie een honderdste van een seconde. Omdat de tijdsindeling is gebaseerd op een factor 10. In onze tijd, hè, zoals wij nu de tijd meten, bestaat een uur uit 60 minuten. En een minuut bestaat uit 60 seconden. Maar in deze klok bestaat een minuut uit 100 seconden. En een uur zou dan bestaan uit 100 minuten. En als je dan indrukt, dan zie je dat die grote wijzer die in het midden meedraait, dat is de honderdste van een seconde. Dus als je de tijd meet, dan kijk je naar dit kleine klokje hier. Dan kan je de seconde stellen. En als je hier naar de grote wijzer kijkt, dan kan je daarmee de honderdste van seconden stellen. De klokken zijn speciaal voor het experiment door Mol besteld bij Pfaffius. En ze waren destijds 46 gulden. En dat is omgerekend naar euro's, tegenwoordig ruim 500 euro. Dus dat is in die tijd best een enorm bedrag geweest eigenlijk. Als je nagaat hoe de levensstandaard toen was en hoeveel mensen eigenlijk normaal gesproken verdienden.